Ja, we zijn verder gegaan met alle informatie die we van jullie hebben gekregen. Dus heel veel vragen zijn beantwoord. Wensen zijn kenbaar gemaakt over spelen, over groen, over sporten, maar ook over elkaar ontmoeten. Dus daar zijn we mee verder gegaan. Ja, we hebben het een beetje geanalyseerd. We hebben, met de app krijgen wij zeg maar, van die staardiagrammen waarin we zeg maar, kunnen zien hoeveel mensen het een of hoeveel mensen het andere willen. En daar komt eigenlijk een beetje uit dat voor elke bak de wensen zo'n beetje hetzelfde zijn. Met name veel spelen, veel groen, maar ook juist weer rust. Dus dat is een beetje een ding tussenin. Ja, dus we proberen daar dan toch wel een beetje wat structuur in te krijgen. Dus te kijken of we, want we werken nu met 3 bakken om dan elke bak een eigen thema mee te geven. En daar hebben we in het begin hebben we daar een schets voor gemaakt om elke bak een verschillend thema, landschappelijk thema te geven. We hebben dat ook gedaan met spelen om zo zeg maar al tekenend in de vingers te krijgen van wat zou nou precies kunnen? Waar verschilt de ene bak nou van met de andere? Ja, ook dat. En dat doen we ook met materiaal. Dus we hebben heel veel getest, heel veel geschetst. Ja, ook een beetje een soort voorbeeld, dat eerste idee van die landschappen, dat vonden we zelf wel heel erg leuk om ook bijvoorbeeld iets met water te doen. Maar ook in overleg met dan bijvoorbeeld een ontwerpteam, wat we dan in huis ook weer doen, blijkt dat dan bijvoorbeeld qua onderhoud weer heel erg duur is. En dan moet je dus weer terug naar de tekentafel en dan ga je weer opnieuw schetsen. En bijvoorbeeld, je kijkt ook om je heen wat er allemaal te zien is. We hebben zeg maar naar aanleiding van jullie ideeën van de plekken die jullie leuk vinden, hebben we een schaalstudie gemaakt, zodat je ook ideeën hebt van hè, welke plek zou kunnen in onze plek. Maar dit beeld waar ook al bij worden gecharmeerd van. Ja, dat staat omhoog. Dus het is een element wat verschillende doelen heeft, maar vooral een bindend element in de ruimte is. Het is een mooie hout element met zitjes waar je dus aan kan zitten. Maar zo zijn er heel veel beelden die bij ons naar boven komen. Dit is bijvoorbeeld een heel mooi sterk beeld van een... is het kunst of is het een speelelement? Past mooi bij zijn omgeving. Ja, maar dus zo proberen we aan de hand van ook beelden een soort inspiratie te krijgen. Ja. Ja. Nog wat laten zien van ideeën? Of, bijvoorbeeld één zo'n idee van een beeld in zijn geheel. Dit is bijvoorbeeld een schets die Joost heeft gemaakt, is dat je maar één element in zo'n bak neerzet. Wat tegelijkertijd lekker kunt zitten, waar je ook iets op kunt spelen. Maar wat ook zo'n, zeg maar, een beetje een smoel geeft aan zo'n bak door bijvoorbeeld de kleur of het hoogteverschil. En zo gaan we een beetje met die ruimtes om, dus dat ze dubbele functies hebben. Niet alleen spelen, maar ook zitten en dat soort dingen. En zo hebben wij inmiddels wel wat leuke schetsen gemaakt. Ja. Die wij binnenkort weer gaan overleggen. Dus daar horen jullie binnenkort meer over.